Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het is Roze Maandag, ik ben Rob en dit is een nieuwe Kermis FM Update. Attention! Kermis FM! Update. Ja, en Roze Maandag is hier zojuist echt begonnen. Maar wij van Kermis FM maken er ieder jaar traditie van om dat om 12 uur 's nachts al te doen. Met de valse start met Elger. En nieuwslezer Kai had, als je goed kijkt, zijn kleding er een klein beetje op aangepast. Kai, Kai, hoe zit je erbij? Dag Elger, ik zit in mijn normale zondag. Oh, top dit jongen, top. Lieve gerespecteerde LGBTQIAP hashtag procent. Apostrof, streepjescode of wat je maar wil en waar je gelukkig mee bent. Met niets minder dan de grootste genoegen meldt Kermis FM vol trots dat de 27e editie van Roze Maandag officieel van start is gegaan. Dus uit de kleren, in de veren en plop de kleur een kurk in je jurk. Woehoe! Wat een held, Kai, wat een held. Oh jongens, jongens. Gaan we naar jou, schatje. Mooi geworden. En die valse start was niet alleen op de radio, maar ook hier in Tilburg. En de place to be is dan Café Lollipop. Het begin van de Roze Maandag. Jullie lopen wel een beetje voor. Ja, we lopen nog steeds voor. Gelukkig wel. Hier zo bij de Lollipop. En ja, we staan eigenlijk te wachten totdat het feest kan beginnen morgen. Ja, wat gaan de hoogtepunten van jullie dag worden morgen? Met de hoop dat het weer een beetje mee zit, denk ik toch wel dat we rond een uurtje of zes echt op het hoogtepunt zitten. Doorgetrokken tot de avond, rond een uurtje of tot een uurtje of vier. Dat we echt volle bak hebben. Nou, vanavond hebben we natuurlijk het voorprogramma van de Roze Maandag. Dus een beetje de valse start, zodat we dat hier noemen. Omschrijf deze avond in één zin voor de kijker die straks nog gaat komen. Een vissa feestje. Dus dubbelfeest. Love is a real motherfucker, yeah. Dat was de valse start gisteravond, maar de echte start is zojuist geweest van Roze Maandag. Je hebt er alles over gezien. En dat begon vanochtend al vroeg. Vandaag natuurlijk Roze Maandag. Het wordt nog drukker. Ga je dat allemaal een beetje aankunnen? Jawel, want de organisatie hier binnen het Bruin Café is van die naad dat het gewoon allemaal super geregeld is. We hebben een hele lange voorbereiding gehad. We hebben het goed neergezet. We zijn er helemaal klaar voor. Druk in de voorbereiding zie je? Ja, we zijn lekker druk aan het versieren. Alles moet een beetje roze gemaakt worden, hè, voor Roze Maandag. Het is niet alleen roze, het is heel erg kleurrijk. Het is alle kleurtjes van de regenboog, zeg maar. Ja, we doen altijd goed ons best met de buitenbar. Dat zijn een beetje, is de trots van de kermis altijd, van het café. Hoe goed je buitenbar versiert. Dus we moeten lichtjes op slingers de hele kermisbende. En als je vandaag deze kant op wil komen, doe dat vooral. Want er is van alles te doen in de stad. Overal zijn de cafés open, de pleinen overvol. Maar altijd gezellig nog om deze kant op te komen. Als je meer informatie erover wil, check kermisfm.nl of onze app. En dat was hem voor nu. Blijf ons volgen op Kermis FM, Ziggo kanaal 999 of 101 TV vandaag. Houdoe.